Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Woning, Keukens en Badkamers. Goedenavond, welkom bij FC Rijnmond. Op deze maandagavond zijn we er met Harry van der Laan, onder andere voormalig spits van Feyenoord geweest en vele andere clubs. Dennis van Eersel van RTV Rijnmond en Emiel Schelvis, onder meer van Ziggo Sport. Ja, Feyenoord, niet meer dan een punt zat er gisteren in bij AZ. En dan rijst toch zo langzamerhand de vraag, kan Feyenoord eigenlijk alleen nog maar de best of the rest gaan worden? Of is die stelling wat te voorbarig, Harry? Nou, nee, volgens mij is die stelling heel terecht op dit moment. Er is nu al een gat aan het ontstaan, heel snel al. En als je kijkt naar de kwaliteit van de verschillende, dan praat ik over de top drie, dan zit er toch wel een groot verschil tussen Ajax, PSV en Feyenoord. Ja. Ik hoorde jou gisteren op de radio, Dennis, je verbazing uitspreken over het niet vinden van een creatieve oplossing bij Feyenoord, het gebrei achterin. Ja. Daar ben je knap gek van. Ja, en wij trouwens voor de tv ook. Ja, en steeds is het dan Erik Bottergien die dat dan moest opknappen. Terwijl dat nou juist de speler is. Dat is niet zijn kwaliteit om dat te doen. En die komt steeds in de positie, ook gedwongen door AZ. Maar die moet dan ook hulp krijgen van zijn medespelers. Dat niet hij, juist niet hij, dat moet opknappen. Ja, Emiel, is het puntverlies in Alkmaar. Eigenlijk staat het nog in de schaduw van het feit dat Feyenoord toch al zo'n voetbalachterstand lijkt te hebben op Ajax en PSV. Wat is het verschil tussen een voetbalachterstand? Nou, qua niveau, qua het nou ja, even makkelijk oprollen van tegenstanders. Nou ja, even inhaken op wat Dennis zei. Er werd door Toornstra ook een opmerking gemaakt over zo erg is het niveauverschil niet vergeleken met 2 jaar geleden toen ze kampioen werden. Maar het leuke is, als je naar de nuances kijkt, dan zie je dat Bottergien in die periode bijvoorbeeld wel een bal hard op de spits durfde in te spelen. En dat nu niet durft. Dus hij durft geen linie over te slaan. Je zou denken van Persie kan er ook een balletje wel controleren. Maar je bent sowieso, je hebt natuurlijk dat aanspeelpunt Jurgensen nog altijd niet. Dus ik vind, als je naar Feyenoord kijkt, zie je een andere balans. En ik denk heel eerlijk gezegd, dat komt natuurlijk ook, Klaasje is geen El Amadi en andersom ook niet. Pilena knijpt heel erg naar binnen. Dus eigenlijk spelen ze constant met maar 2 man op dat middenveld. Dus ze zijn heel erg bang voor balverlies. Wat dan meteen de inleiding wordt voor gevaarlijke aanvallen bij de tegenpartij. En dat gebeurde dus ook. Berghuis, met Bottergien. Precies. En het is in Trentin was het extreem. Ja. En dus je ziet eigenlijk dat de verhoudingen in het elftal niet kloppen. En dat er eigenlijk constant hoofdbrekens zijn daarover. Maar hoe dat op te lossen, Emiel? Dat is onzekerheid. Levert dat op. Je ziet gisteren dat Bottergien wordt vrijgelaten door de tegenstander. Die mag opbouwen. Dat gaat dan regelmatig fout. Hoe moet je dat als Feyenoord zijnde dan oplossen? Nou ja, dan moeten de buitenspelers gaan knijpen. Om laat maar zeggen, daar aan de bal te willen komen. Maar dan moeten ze natuurlijk, als ze eenmaal aan die binnenkant aan de bal komen, dan moeten ze wel zorgen dat ze die bal ook gewoon weer kunnen geven. Of inderdaad, het gochme hebben om op het goede moment de actie te maken. Maar je ziet Larsson de ballen verliezen. En je ziet Berghuis af en toe nonchalant. Het gebeurde in Trentin, daar hadden we het net al over. In extremis. En nu gisteren weer. Maar dan nog, dan zie ik ook Vilena daarna achter zijn mannetje aan sjokken. Ja, maar degene die de goal maakt. Het is dus ik zeg het, het is geen organiek. Het hoort niet bij elkaar. Het inspelen van verdedigers op middenvelders of voorin, dat is toch ook een stukje vertrouwen hebben. Hè? Want er worden ballen verloren op het middenveld. Er worden ballen verloren voorin, op een makkelijke manier. En dat gaat dan weer onzekerheid geven aan verdedigers. Die willen dan helemaal geen risico meer nemen. En die spelen of hoog lang, of ja, ze blijven breien net zolang tot er iemand echt helemaal vrij staat. En dan duurt het te lang. Het tempo gaat eruit. En het is natuurlijk altijd normaal gesproken de kracht van de grote club, dat die een tempootje hoger spelen dan zijn tegenstander. Maar Harry, die linies altijd, die gaan heel ver uit elkaar. Als je kijkt, jij noemt mij van Ziggo Sport. Ik heb toevallig gisteren Juventus Sassuolo van commentaar voorzien. Dan zie je een ploegje als Sassuolo. Dat speelt heel compact dicht bij elkaar. Durft gewoon op te bouwen. Komen middenvelders in de bal. Maken overal driehoekjes op het veld. Tuurlijk, ze leggen het uiteindelijk kwalitatief af tegen zijn grote Maar club. Dat zie je bij Feyenoord niet. Maar Feyenoord, even ervan uitgaan dat AZ een topwedstrijd is. Laatste jaren wel makkelijk gewonnen, maar eigenlijk toch gewoon een topwedstrijd. Dan moet je dus zorgen dat het bij elkaar hoort. En het speelt veel te ver uit elkaar. Jawel, en dat heeft te maken met die balans. Maar als je de bal hebt, dan is het wel de bedoeling dat je het veld groot maakt natuurlijk. Als jij meer kwaliteit denkt te hebben als je tegenstander. Dan wil je groot staan. Dan wil je zorgen dat de tegenstander veel afstand moet maar er is geen diepte. Nee, oké, maar dat is dus je maakt het, als je de bal hebt, moet je het niet klein maken natuurlijk. Dan wil je dat het groot staat. En dan wil je dat je buitenspeler. Maar je gaat wel van achteruit voetballen vanuit een opvatting. Jawel, nee. Speelt je middenveld erin. Dan draait de back door, dan komt de spits naar binnen. Ja, ik bedoel, het heeft te maken met initiatief durven nemen. Wil je aan de bal komen? Maar het vertrouwen is natuurlijk toch een beetje aangetast. U heeft het in de gaten, dames en heren. We raken niet uitgepraat op dit moment over de stemming bij Feyenoord. Nu eens luisteren naar Giovanni van Bronckhorst met aan hem toch de vraag: moet Feyenoord zich inderdaad nu al, zo kort in de competitie, gaan richten op plaats 3? Maar niet in
in deze fase van de competitie. Als je maar 5 wedstrijden gespeeld heeft. Staat natuurlijk niet voor niks bovenaan en tweede. Gezien het spel wat ze hebben laten zien. Ook makkelijk wedstrijden winnen. Alleen, er zijn nog genoeg wedstrijden te gaan. Alleen, wij moeten ook beter worden. Als team, als ploeg. En uiteindelijk zorgen dat we het einde van de rit, de laatste speeldag, hoger staan. Ja, en dan gingen natuurlijk gisteren in Alkmaar ook vele vragen over de wissel. Nicolai Jurgensen zat weer bij de selectie, was weer fit, maar mag niet meer Dennis dan 5 minuten meedoen. En wordt nota bene gewisseld voor de andere spits, Robin van Persie. Ja, dat was daarbij toch dan de uitleg. Ja, dat ook nog, hè? Want niet alleen wordt hij pas heel laat ingebracht, die Jurgensen. Als je inderdaad dit wil, hè, je wil die strijd aangaan met Ajax en PSV, dan kan je niet tevreden zijn met een 1-1 stand in Alkmaar. Dus dan moet je ergens op enig moment risico nemen. En dat ook nog eens pas zo laat. Waarom deed hij het niet? Ja, dezelfde reden en argumentatie mee vorig seizoen, waar al supporters daarop terugkwamen, VVV uit, was er ook zo'n soortgelijk moment. Toen verloor Feyenoord zelfs na die veilige wissels, verloren ze alsnog ook nog. Dat was toen extra wrang. Ja, angst om uiteindelijk dan die wedstrijd te verliezen als je meer risico neemt. Zeker met die kwetsbaarheid op het middenveld. Daar heeft Willy aan, hè? Ja. Die balans op het middenveld en hoe AZ daar tegenover stond. Zet dan een sterke middenvelder erbij. Ik noem maar iemand, Yassine Ayoub. Ja, die had je ook nog achter de hand. Hè? Ja. Dus ja. Ja, maar is ook een aanvallend ingestelde speler natuurlijk. En hij was bang voor het middenveld van AZ, wat constant met loopacties de boel openbrak. En waar ze heel veel moeite mee hadden om dat af te stoppen. En dan denk je eerder verdedigend dan aanvallend als coach. Okay, maar die tactische gedachte kan ik dan volgen. Wat ik dan alleen nog steeds niet kan volgen, waarom zo laat? In de 85e minuut bij een 1-1 tussenstand. Feyenoord wil zo'n wedstrijd bij AZ toch winnen, mag ik zeggen? Nee, maar ik denk dat hij op dat moment misschien dacht van nou, een punt is het hoogst haalbaar. Of in ieder geval, dan dat heb je het niet slecht gedaan. Ja, pijnlijke conclusie, dat is een ja, maar AZ is gewoon een heel aardige ploeg. En als dat draait en als dat een beetje loopt, dan is dat een hele goede ploeg. AZ liet ook verdedigend echt zulke steken vallen dat ik dacht van, als je daar nou een beetje druk op kan blijven uitoefenen, dan ga je gegarandeerd meer goals maken. Feyenoord had echt een fase in de eerste helft dat je echt zat te wachten op. Na de goal, hè? Daarvoor ook al even. Weet je wel, maar ja, dan zie ik ook Toornstra 2 keer echt. Weet je, hij praat over niveauverschil, want het valt wel mee met 2 jaar geleden. Maar als er nou één het verschil niet kan waarmaken zoals hij toen speelde, is het Jens Toornstra wel. Mijn god, dat houdt niet op, die ellende met hem, zeg. Maar ik heb minder moeite met het laatste gedeelte van de wedstrijd. Ik heb veel meer moeite met het eerste gedeelte van de wedstrijd van Feyenoord. Ja. Zoals ze aan een wedstrijd beginnen. We begonnen dat rondspelen van de bal achterin. Geen pressie spelen, geen loopacties, geen initiatief vanuit de derde en tweede lijn. Wat ik altijd vind dat hoort bij een grote club. Dat soort dingen miste ik. En gelijk het initiatief weggeven aan de tegenstander. Maar Van Persie die houdt het allemaal wel rustig. Ik vraag me alsof wat hem nou werkelijk. Je ziet af en toe ook wel in zijn lichaamstaal en soms zijn hoofd wegdraaien als er weer een bal niet aankomt. Maar dan zie ik hem vooraf tijdens de warming-up, zie ik hem die gasten allemaal toespreken. Ja. Zie Arjan van der Heijden een beetje zo wegkijken. Zo. Jan-Ari. Of Jan-Ari. Bij de Graafschap had ik dat ook al gezien. Na Trentje, het moest gaan. En dan begin je zo. Mm-hmm. Wat moet die jongen dan denken? Waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom ga ik iedereen nog eventjes bij zijn lurven pakken en even ervan doordringen van hoe we moeten starten? Ja, ik zag hem ook een heel lang gesprek met Berghuis. Ja. Daar zag ik wel en zijn hand op zijn schouder. Ja. En dan zie je uiteindelijk hoe Berghuis die wedstrijd speelt. Hij maakt trouwens wel een hele belangrijke goede goal. Maar voor de rest was het natuurlijk niet best wat hij liet zien. En misschien krijgt hij wel iets te veel informatie voor zo'n wedstrijd. Je weet wel, je kan ook wel eens iets te veel zeggen tegen een speler, waardoor de het frivole zeg maar er een beetje uitgaat. Dat ze te veel gaan denken. Ja, nadenken. Ja, en dat hij eigenlijk gewoon vanuit zijn hart moet spelen en dat hij dan wel lekker loskomt. Of is natuurlijk echt een man die vanuit zijn instinct moet. Nou, met name met buitenspelers moet je oppassen, hè, want die zijn ontzettend kwetsbaar en labiel over het algemeen. Over wat er dan allemaal in het hoofd van Van Persie omgaat, dat wordt hier zojuist hardop afgevraagd. We gaan het ook eens aan hem zelf vragen, want Nicolai Jurgensen is dus bijna helemaal terug. Die zal in de spits gaan spelen en dan zal Van Persie daarachter gaan spelen. Maar wat wil Van Persie eigenlijk zelf? Ja, beide is goed voor mij. Vorig jaar heb ik grotendeels op 10 gestaan. Nu eigenlijk alleen in de spits. Wat ik ook al eerder heb uitgelegd, is dat je als spits is het fysiek voor mij persoonlijk makkelijker. Je krijgt meer weerstand tijdens de wedstrijden, maar fysiek gezien is het makkelijker als 10. 10 moet je toch meer box-to-box spelen, moet je meer lopen. Maar krijg je wel weer meer de bal. Dus
Het heeft allebei voor- en nadelen. En je hebt een hoog moyenne de laatste weken in die spits gehad. Je hebt een klik met Berghuis. Heb je die ook op de trainingen met Jurgensen? Jazeker. Jazeker. Ja, Nico is een fantastische speler. Sterke targetman is het. Dus ik ben blij dat hij nu weer terug is. En hopelijk kan hij veel gaan spelen. En dan is het aan Gio hoe hij het gaat invullen verder. Wat zal de positie van... Wat zit je te lachen, Emiel? Ja, nee, het is aan Gio om het verder in te vullen. Dat weet hij natuurlijk zelf ook wat wel. Wat zal het worden, denk ik? Nee, ja, maar daar hebben we het steeds over. Er zal een wat meer verdedigende, denkende man aan de linkerkant moeten gaan spelen. Want tenminste, tegen ploegen laten we even voorzichtig zeggen, het linker rijtje. Want dat is allemaal probleemploegen voor Feyenoord. Het rechter rijtje trouwens ook vaak. Ja, zeker uit. Ja. Ja, nee, maar goed, dan kan je wel met een aanvallend ingesteld. Misschien kan Larsson daar nog een paar wedstrijdjes in meeballen. Maar jij zegt dus niet een echte diepe linksbuiten. Nee, maar dan kom je de Toornstra-module weer natuurlijk. Ja. Maar ik moet zeggen, daar ben ik wel een beetje klaar mee met Jens Toornstra. Die heeft nou anderhalf jaar lang mogen proberen. En ik vind trouwens een absolute wereldgozer. Maar hij zit echt weer op het niveau van Utrecht en Den Haag. Daar is hij weer teruggevallen op. Hij had een wezenlijk aandeel in het kampioenschapsjaar. Op alle fronten. Zowel als halve middenvelder, halve aanvaller. Als uiteindelijk als nummer 10. Als vervanger van Kuyt. Want Kuyt kreeg de euforie. Maar hij speelde natuurlijk in de tweede helft van het seizoen echt fantastisch. Met schitterende goals ook. Maar wie zou jouw alternatief zijn naar de linkerkant? Weet je, ik zit de hele tijd al te filosoferen. Als het echt erom gaat, zou ik echt het aandurven om met de linkerkant Haps en Malasia te spelen. Die kan pendelen, want dan kan je Van Persie sterk maken. En dan heb je mensen die terug kunnen verdedigen. Dan heb je die balans. Want Klaas hier is geen El Amadi, ik zei het net al, kan dat niet aanlopen. En Vilena ziet het niet af en toe. Maar dat is wel eentje die je power heeft. En dan zou je echt tegen sterkere ploegen een goede organisatie kunnen maken. Zoals bijvoorbeeld ze dat hadden voor de Supercup tegen Johan Cruijffschaal tegen PSV. En dan heb je volgens mij veel meer kans. Heb je er drie voorin die alle drie een goal kunnen maken? Berghuis, Van Persie en Jurgensen. En volgens mij is dat meer dan voldoende. Dennis, hoe verrast was je eigenlijk dat Sam Larsson in de basis stond gisteren? Nou ja, niet meer toen we hoorden dat Jurgensen niet in de basis kon staan. En dan is Van Bronckhorst de meestal wel een man om het dan toch nog een keer te laten staan. Ook niet om El Hankouri opeens voor de leven te gooien in een basisplek. Pas als Jurgensen helemaal fit is, dan denk ik wel, wat Emiel ook zegt, die variant in eerste instantie al met Toornstra aan die linkerkant, zoals in de bekerfinale speelde. Dat is hoe ik verwacht dat hij dan gaat starten. Daar zat El Amadi samen met Vilena. Die konden dat samen heel goed belopen erachter met z'n tweeën. En nu Klaasie is veel meer nummer 6. Die wil opbouwen, die bal wil geven. Die heeft dat box-to-box waar hij van Persie het over heeft. Die heeft dat natuurlijk op het moment totaal niet in. Als je kijkt naar het materiaal van Feyenoord, misschien moet je ook de conclusie trekken dat het 4-3-3 systeem, waar Gio heel graag al mee speelt, dat voor het materiaal wat hij nu heeft misschien niet het juiste systeem is. Had hij Van Geel harder aan zijn oorlellen moeten trekken? Dat hij anders soort spelers had moeten krijgen. Ja, of je doet het met het materiaal wat je hebt en je traint vanaf de voorbereiding en je gaat op een andere... Toch, jongens, ter afsluiting van Feyenoord. Het blijft moeilijk wennen dat je gistermiddag een Feyenoord bezig ziet dat enig moment speelt om een punt over te houden aan een uitwedstrijd bij AZ. En ik weet wel, Harry, je hebt gelijk, dat is een goed voetballende ploeg. Jawel, nee. Een Feyenoord was anderhalf jaar geleden kijken, want je zei het straks, het gat met Ajax en PSV is dat groot. Ja, maar nu je Jurgensen er weer bij krijgt, kan je wel weer iets krijgen. Hè? Dat er wel iets weer opgebouwd kan worden. Het hangt een beetje van de fitheid af van Jurgensen. Hè? Want dat moet je maar afwachten als je zoveel maanden hebt stilgestaan. Hè? In hoeverre, hoe fit ben je dan eigenlijk? Dan moet de rest van het team wel mee, Harry. Maar dan moet Bottingen ook durven die ballen weer hard in te spelen. Maar het is wel weer een intelligente, slimme speler erbij die een goal kan maken. Je hebt dan Berghuis. Als die goed op dreef is, dat een uitstekende speler. En Van Persie kan met dat soort spelers natuurlijk wel heel goed voetballen. Ik denk wel dat als Jurgensen erbij komt en hij op 10 komt te spelen, dat hij minder minuten gaat maken. Hij hoort dat denk ik gisteren ook wel in het uitvak bij Feyenoord. En ik heb er een paar gesproken die daar hebben gestaan vandaag. Mijn god, dat is echt op dit moment behoorlijk hoor. Ja. Dat wordt echt sterker en sterker en sterker. En is echt ook wel straks iets om te moeten managen vanuit de leiding. Op links kan je dan, heb je wat opties. Je kan met Larsson spelen, je kan met je Torrensen spelen. Ik vind jouw optie met Haps vind ik ook helemaal niet verkeerd. Dat kan je per wedstrijd eigenlijk invullen. En dan heb je toch een hele aardige voorhoede. Maar Jurgensen moet fit zijn, dat is wel belangrijk. En dan heb je een voorhoede die net zo sterk is als die van Ajax en PSV. En dan kan de rest misschien een beetje meegetrokken worden naar dat niveau. Zondagmiddag mag het dan weer gebeuren. Thuis tegen FC Utrecht, waar de Dik Advocaat vandaag is gepresenteerd als de nieuwe redder. Hij heeft wel toegegeven dat hij toch wel degelijk last heeft gehad van de degradatie van Sparta. Ja, wij ook hoor, met z'n allen. Ja, behoorlijk. Maar het is nu fijn te horen ook uit zijn keel
om dat, die pijn nog eventjes te delen. Maar heeft hij nou ook gezegd dat hij foutjes misschien gemaakt heeft? Nee, daar is het nee, foutje daar in Utrecht niet nog over gegaan. Een stukje van salaris weer ingeleverd wellicht. Excelsior stond op bezoek bij Willem II, 5 minuten voor tijd nog met 0-2 voor. Maar gaat uiteindelijk toch met een punt terug naar Rotterdam-Kralingen. Harry, wat is er dan mis met een ploeg als je dat overkomt? Nee, maar dat zie ik door de hele Eredivisie heen. Dat er bij weinig ploegen zijn die een wedstrijd kunnen controleren. Ook als er wat meer druk ontstaat, opportunisme. Dan moet er een bepaalde rust zijn als je die goal ziet. Dat is allemaal van die flipperkast goals. Hè. Iedereen valt en stuit het en schoppen tegen elkaar. En niemand heeft de rust om even zijn ogen open te houden. De zaken even goed te controleren. En die bal op tijd weg te werken. En dat gebeurt dan. En dan is het wel per ongeluk hoor, zoals ze die goals maken. Maar dat kan je overkomen als je niet de rust en de controle over een wedstrijd. 2-0 voor. Clubman hè? Ja, nou niet meer hè. Je bent geen spitsentrainer meer. Maar dit is een verdedigend verhaal natuurlijk. Ja. Dan moet je de zaak op orde. Zou een spitsentrainertje kunnen gebruiken. Maar het was hoe dan ook ongelooflijk wat er gebeurde in Tilburg. Ik gebruik het woord ongelooflijk, maar Excelsior middenvelder Jerdy Schouten gebruikt heel nadrukkelijk een ander woord. Ja, het is eigenlijk gewoon schandalig dat je hier geen 3 punten pakt. Hoe komt dat? Ja, ik denk gewoon dat we kiezen ervoor om iets achteruit te gaan, om iets compacter te gaan spelen. Maar ja, dan is het juist zaak dat je niet de ruimtes geeft die we wel geven bij de 2 goals. Dus dat hebben we gewoon niet goed gedaan. We werden eigenlijk achteruit gedwongen omdat zij met de spits extra gingen spelen met achterin 1-op-1. Iedereen bleef bij ons gewoon in de positie spelen en dat stond goed. En zo hebben we heel goed verdedigd en dan kunnen we er juist goed uitkomen. Dus nee, dat heeft niks te maken met ver terugkomen. Hij heeft zijn benen veranderd, hij heeft zijn rechtspoot die op links stond, heeft hij naar rechts gegooid en andersom. Dat er andere voorzetten komen. Dus die komen misschien anders voor, misschien dat het daarin ligt, maar nee, ik bedoel, het heeft niks te maken dat wij teruggelopen hebben ofzo. Ja, het was jammer, maar een puntje bij Willem II, hoewel Excelsior daarvoor af natuurlijk voor had getekend. Ik zag hem afloop ook bij Fox. En wie? Poldervaart. Ja. Hij kon het nauwelijks verbergen, maar heeft natuurlijk die tweede helft, en dat heb ik ook als echte voetballiefhebber, echt zitten genieten van Excelsior. Ja, maar het was echt een leuke wedstrijd maar ook voor de manier waarop Edwards en waarom ze constant eigenlijk een man meer situatie creëren. Alleen ze concretiseren het niet in de laatste bal die ze er doorheen steken of Kolwijk die afrondt of het balletje op Messaoud moet geven. Want het was echt bij tijd en wijlen. Je zag ze om hun heen kijken, die spelers van Willem II. Wat ga je nu zeggen? Gebeurt tijd en wijlen? Ze hadden het idee dat ze tegen Brazilië liepen te voetballen. Maar ze hebben geweldig middenveld natuurlijk. Oh, maar ook die Edwards, jongen. Bewegingen. Het was echt wat ik mooi vind aan het middenveld van Excelsior is toch... Dat is, als je praat over rust en controle, die stralen dat uit. En kom maar met die de bal. De manier waarop Bruins ook die goal maakt, dat is zo intelligent. Hij weet precies wat hij doet, even in dat korte hoekje. Maar weet je wat mij nou zo fascineert aan dat Excelsior? Ik zit ook te genieten voor de televisie van Willem II Excelsior. Was een leuke open wedstrijd. Ik geniet ook van Excelsior uit bij NAC Breda een aantal weken geleden. Maar in eigen stadion, en dat is een beetje een repeterend verhaal, want dat was vorig jaar ook het verhaal, lukt het niet. Maar dat kunstgras eruit, joh. Is dat een probleem? Het is niet eens het kunstgras, maar dat heeft toch ook te maken met een tegenstander die iets minder aanvallend ingesteld is. Zij kunnen toch iets meer uit de omschakeling spelen. En dan dat is al jaren heel goed verzorgd bij Excelsior. Excelsior gebruikt het echt als kracht. Ja. Dat ze weten, Excelsior komt langs. Dus welke ploeg er dan ook thuis speelt, dan wordt er toch verwacht, is de perceptie, wij moeten nu komen. En daar gedijt Excelsior. Het is een soort of ze net 10 meter te ver naar voren moeten spelen als ploeg. En dat dan net iets... En dan mis je toch wel, met name op het middenveld, de snelheid en de diepgang. Hè? Zet die Dennis Mamadov er maar een keertje wat langer in. Nou, daar ben ik wel met je eens. Die klopt heel erg, zoals we dat zo mooi allemaal noemen. Op de radio doen jullie dat iedere dag. Aan de poort. Hij rammelt aan de poort. En die heeft wel dat scorend vermogen. Zeker. Alleen het is ook iemand die niet helemaal... En dat was hij bij Dordrecht en bij Sparta eigenlijk ook. De ploegdiscipline, laat ik zo zeggen, heel hoog in het vaandel heeft staan. Dat doet af en toe waar hij gewoon zin in heeft. Dat heeft ook zijn voordelen. Want hij schiet ineens een bal die je normaal gesproken zou denken... Nou, die moet je nog wel even vrijkappen voor je goede voet. Pats, die schiet ineens binnen. Fantastisch. Maar misschien hebben ze zo'n opportunist achter een diepgaande spits wel nodig... om gewoon die punten, die veilige puntenmarge alvast straks op te gaan bouwen. Want nogmaals gezegd, ik kan het echt iedereen aanraden. Als je echt van voetballen houdt, ga naar Excelsior kijken. Want het is echt, het is een plezier. Maar zeker met die Edwards er ook bij, die mini-Messi. Schouten, Emiel. Schouten, die heeft een paar aannames. Ja, joh. Het is goed. Echt Socrates, man. Is er een nieuwe show. Socrates. Schouten. Toninho Cerezo. Schouten, geweldige middenveld. En die kan ook natuurlijk weer met Kolwijk en met Bruins heeft hij natuurlijk een paar prachtige spelers omheen die hem weer verder kunnen brengen in het vak. Moet er één wel diep blijven gaan. Kunnen we er weer van gaan genieten, jongens. Thuis tegen Heerenveen in Rotterdam-Kralingen. Bij Sparta zijn de resultaten tot nu toe ook prima deluxe. Tegen FC Den Bosch de 4e overwinning op rij. En ook voor de 4e keer de 0 gehouden. Ja, dan kan iedereen, Harry, zeggen bij Sparta, het is misschien allemaal nog niet zo spectaculair. Maar verdedigend staat het
Nou, dat is lekker. Maar je hebt natuurlijk met Henk Vrezen hebben ze natuurlijk een uitstekende trainer. Ik denk dat hij eigenlijk al rijp is voor een heel veel hoger niveau als coach. Maar die zet natuurlijk die zaken achterin goed weg. Heeft hij al gezeten hoor. Vitesse, hè? Ja, nee, ik heb het over iets nog. Maar dat is een hele goede coach. Ja, dat wordt echt een trainer die gewoon bij Feyenoord of PSV. Een heel fijn mens trouwens ook. Nee, maar en hij heeft autoriteit, hij straalt rust uit en hij laat zijn ploegen gewoon prima voetballen, waar hij ook trainer is geweest. Want zelf was natuurlijk een vrij gemene verdediger, hè, als tikkeltje. Maar als je ziet hoe hij zijn ploegen laat voetballen, dan staat er eigenlijk helemaal niet in verhouding zoals hij voetbalde, vind ik hoor. Dus zullen we even kijken bij Henk Vrezen of hij gisteren eigenlijk tevreden was met die 2-0 overwinning op FC Den Bosch. Redelijk tevreden. Ik denk dat we het eerste half uur gewoon uitstekend gespeeld hebben. Misschien wel de beste fase in al die 5 wedstrijden tot nu toe. Dus wat dat betreft wel. Het tweede gedeelte vind ik dat we nalaten om te scoren en dus onze supporters te vermaken. Maar we hebben een stapje gemaakt, want ik denk dat we nu veel meer gecreëerd hebben en ook mooier gespeeld hebben dan gevoetbald hebben dan de afgelopen weken. Dus stap voor stap zou ik maar zeggen. Tweede overwinning dus gisteren voor Sparta op FC Den Bosch. Dat zijn de Brabantse weken trouwens voor Sparta. Hè, ja. Met die overwinning al op RKC, Eindhoven, Den Bosch en hopelijk nu komende vrijdag bij Top Os. Dennis, een vraag op Facebook, want daar zijn we nu ook live te zien natuurlijk zoals altijd. Van Patricia, scoort Veldwijk gisteren de 1-0 omdat Davy Şoklu op de bank zit? Ja, nee, Vrezen hinten wel die kant op, hè, dat hij zou ingrijpen als die twee niet beter met elkaar samen. Ik weet niet of de correlatie zo 1, 2, 3 is. En bij Davy Şoklu wist je ook wel een aantal weken geleden, sprak zelfs Vrezen het ook uit. En hij zelf ook van, daar gaat ook weer een dipje in komen. Dat is hartstikke normaal dat die niet gelijk al die wedstrijden gaat spelen. En Veldwijk lijkt me zo'n vaste waarde. Ja, logisch dat je die laat zetten. Dat is garantie op goals in de eerste divisie. Hij is wel een van de kroonjuweeltjes van Davy Şoklu. Groeibriljant van Maar goed. Je moet hem ook niet afschrijven, maar je moet ook zorgen dat hij in zijn schoenen blijft. Er is wel een verzekering. Er is al belangstelling voor hem, want zo gaat het met al die Turkse talenten. Die hebben al linken met Fenerbahçe of Galatasaray of Trabzonspor. Dus die raken ze altijd wel ergens kwijt, denk ik. Als er ooit nog een keer met de portemonnee geschoven moet worden. Maar Duarte op zijn plek gekomen. Dat klinkt heel raar. Maar ze zijn natuurlijk een ander systeem gaan spelen, Sparta. Hij heeft er 2 uitgeprobeerd van de week. Wat had hij hier al een beetje aankondigd. Zo van, ik ben dat zat. Ze moeten met elkaar gaan voetballen. En hij heeft gewoon dus Rahi naast Veldwijk gezet. Duarte erachter. En daarvoor had hij geoefend, hoorde ik, op zijn besloten training. Had hij geoefend met Davy Şoklu en Veldwijk. En Rahi naast elkaar. Dus zeg maar een 3-4-3. En daarin luisterde Davy Şoklu naar de zin van Henk Vrezen, begreep ik niet al te goed. Moet je bij Henk Vrezen niet doen. Was het hesjes wisselen en toen kwam Duarte erachter. Dat liep wel en daar heeft hij mee gespeeld en daar liep het een half uur lang fantastisch mee. Op het einde heeft hij wel Davy Şoklu, want natuurlijk vergeet hij hem niet, ingebracht. Dus hij durft gewoon, ja, dat konden die ook vorige week aan deze tafel aan. Ik heb heel veel keuzes en ik heb maar 1 belang, dat is mijn team. En voor de rest interesseert het me geen reet. Maar hij maakt die keuzes ook, hè? Dus ja, moeiteloos. Hij is daar keihard in en dat is toch wel goed, zeker bij zulke groepen. Maar buiten de tactiek, hè, ik vind dat Sparta zijn selectie goed op peil heeft. Hè. Er zit een goede leeftijdsgroep, hè, dus wat oude verdetters noem ik het maar, wat een middengroep en een jong. Zo hoort een selectie eruit te zien. Sparta staat trouwens tweede op dit moment in die keukenkampioendivisie. FC Dordrecht. Dat ze bovenaan in de periode staan. Nee, niet helemaal bovenaan. Het begint pas op de derde speelronde. Ja. Bizar, hè? Nog niet helemaal bovenaan trouwens. En ze begonnen natuurlijk met een hele zware uitwedstrijd. Maar ik wilde naar de FC Dordrecht, want dat staat geen derde. Maar dat staat 19e, Dennis. Ja. 2-0 nederlaag tegen FC Twente. Maar wat is Antonio Stankov aan het doen? 2 eigen doelpunten op rij, hè, in 2 wedstrijden. 2 keer met het hoofd ook, aan een standaard situatie van de tegenstander. Ja, heel slemielig is het vooral. En hij is natuurlijk normaal gesproken een van de sterkhouders, juist een van de ervaren mensen. Draagt niet voor niets die band om zijn armen bij Dordrecht. Ik dacht werkelijk even dat je ging zeggen, Tennant, die is een hoop geld aan het verdienen. Ik zou het niet durven suggereren. Ja, die vraag hebben we bij Rijnmond vandaag aan hem voorgelegd, aan Stankov. Ja. Maar daar werd hij een beetje boos over, dat we dat insinueren. Zit er al goed in, hoor. Ja, maar goed, het is wel al met ik al... Geloof ik geloof niet, dan kan ik naïef zijn, maar ik geloof niet op in matchfixing in de eerste divisie. Nee. Omdat de meeste spelers daar de kwaliteiten niet voor hebben. Zo opzichtig zou je dat kunnen zeggen, dat allemaal voor ongeluk. Ja, omwille van de tijd, heren, moet ik het helaas wat betreft dit gedeelte afronden. Harry van der Laan, zeer bedankt voor de komst. Graag wat mij betreft tot de volgende keer. Dennis, jij ook weer snel tot ziens. En Emiel, over een week of 2 vast weer hier te gast bij FC Rijnmond. Tot zover het topvoetbalgedeelte. Nu de rest van deze uitzending.
Zo is er vanavond de Beb van Klaveren Memorial. Dat is het fraaie boksevenement in de Masilo. Daar gaan we zo meteen alvast een beetje op vooruitblikken met de juniorenversie. Maar eerst de VV Capelle. Een grootmacht waar het gaat om het regionale amateurvoetbal. Maar Capelle is inmiddels afgezakt naar het derde amateurniveau van Nederland. Voetbalvereniging Capelle behoorde samen met Barendrecht jarenlang tot de beste regioclubs in de top van het amateurvoetbal. Maar Capelle is de laatste jaren langzaam afgegleden en komt dit seizoen uit in de hoofdklasse. Ja, het is pijnlijk. Het is gewoon jammer. Je bent al 5 jaar bezig met hangen in Burg, toch? Dan ben je met hout op. We zijn geen 5 jaar dan. Nee, de laatste 2 jaar gaat het ietsje minder. Maar dat hebben bepaalde redenen, maar dat ga ik nou niet vertellen. Waarom is? Nou, dat is achteraf kijken, heb je niks meer aan. Meneer, u zit hier ook naar deze wedstrijd te kijken. Ben jij nou supporter van een zinkend schip? Moet ik het zo zien? Nee, ik ben supporter van Capelle en dan ben je voor het tegenspoed. Nou, wat moet je nou? Oh, nou, we gaan een gesprekje. Ja, nou. Wat voor gesprek? Ja, gewoon over hoe de wedstrijd is. Wat vindt u ervan? Ik heb Capelle wel beter zien voetballen, ja. De supporters zijn van Capelle, dat lijkt me geen pretje op dit moment. Nee, maar dan kom ik maar zo voetbal in Capelle, want anders was ik geen supporter van Capelle, hè? Nee. Dit is de vader van doelman Bradley van der Meer. En die weet wel wat er aan schort bij Capelle. Ja, er zijn een hoop spelers weggegaan natuurlijk en ze hebben de verkeerde ingekocht. Dus ja, dan houdt het op. Ze hebben geen spits. En als dan deze man ligt, heeft Capelle binnenkort ook geen keeper meer. Het wordt steeds slechter daar. Dus als het slechter wordt, dan moet je zorgen dat je weg bent. Dus u wat vindt je hem is te wegwezen? Dat wil hij zelf ook. Ik denk zelf persoonlijk dat dit mijn laatste seizoen is bij Capelle. Ik ben nog een jonge keeper en ik denk dat ik gewoon hogerop kan. Dus dat ga ik ook zeker doen, ga ik proberen te doen. Buiten het voetbal is het leuk, maar het voetbal is op dit moment gewoon niet leuk. Het doel bij Capelle is uiteraard om zo snel mogelijk terug te keren naar de derde divisie. Maar de start in de hoofdklasse biedt weinig hoop. Er werd al verloren van Volendam en zaterdag was Xerxes met 2-1 te sterk. Je moet niet te hard roepen dat je gelijk weer terug wil naar de derde divisie, want zo werkt het niet. Eerst weer een beetje stabiliteit zien te krijgen. Er zijn 14 jongens weggegaan. Daar zouden er 5 voor terugkomen. Er zijn er uiteindelijk 4 niet van gekomen. Kortom is er uiteindelijk 1. Ja, dan zie je dat je te smal bent. Dus buiten kwaliteit is het ook nog een keer kwantiteit. En ja, dan zal het gewoon een heel moeilijk seizoen gaan worden. Maandagavond is het echte werk. Een dag eerder was de junior Beb van Klaveren Memorial. Ja, ik vind het geweldig. Als je het verschil ziet al nu met vorig jaar alweer. Dus ja, ik ben hier heel erg blij mee. Het is alweer de 5e editie. Jonge Nederlandse boksers vechten tegen talenten uit Engeland. Ik vind het een geweldig evenement. In mijn stad, bijna om de hoek van de deur. Ik boek zelf ook op de boksschool waar hij vroeger heeft gebokst. Dus dan is het mooi als je hier zo kan staan. Mijn toernooi. Het is exact 90 jaar geleden toen Beb van Klaveren goud won op de Olympische Spelen van Amsterdam. Geen enkele Nederlander deed hem dat na. En alleen daarom al mag zijn naam nooit worden vergeten. Een aantal jaren geleden won Beb van Klaveren de verkiezing van de populairste Rotterdammer boven Erasmus. Natuurlijk, als je vraagt, kent nou de jeugd van Rotterdam Beb van Klaveren? Nou, een heleboel niet. Maar ook een heleboel wel. Tenminste, de jonge boksers weten nog heel goed wie oude Beb was. Dat hij uit Krooswijk kwam en de Olympische Spelen goud had gehad. Een grote Rotterdamse bokser is geweest die als enige goud op de Olympische Spelen heeft gewonnen. Ja, dat gewoon een legend is. En al die talenten dromen ervan om in de voetsporen te treden van de man die maandagavond wordt herdacht tijdens zijn 25e memorial. Ik wil naar de Olympische Spelen in Parijs in 24. Olympische Spelen 2024. Nog 6 jaar en dan weten we of een van hen de opvolger wordt van de man die in elk geval in Rotterdam nooit zal worden vergeten. Beb van Klaveren. En vanavond dus zijn memorial in de Masilo. Tot zover de sport op deze maandag 17 september. Vrijdag zijn we natuurlijk weer terug met FC Rijnmond. Dan praten we over het voetbal dat komen gaat. Bedankt voor het kijken en nog een prettige dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Woning, Keukens en Badkamers.